Salade met aubergine en mozzarella. Oh, maar ze wil graag een Big Mac als dat kan. Duurzaamheid. Je hoort het overal tegenwoordig. En het schijnt dat Ipse de Brugge er ook druk mee is. Maar wat is het nou precies? En wat heeft het te maken met gezond leven? We zijn in Waddinxveen bij Noorderlicht. We zijn nu voor de Dag van de Duurzaamheid. En dit jaar doen we van alles over het thema voeding. Daarom staat Itzke ook naast me. En dat doen we omdat als jij gezond wil zijn en gezond wil blijven, dan is gezonde voeding heel belangrijk. En daarom heeft Marco achter ons, is hij allemaal lekkere hapjes aan het maken van vooral plantaardige dingen. We hebben kikkererwtenburgertjes. En we hebben sowieso eetbare cupjes en dat soort dingen. Dus geen disposables. En we hebben een aubergine. Ik heb begrepen groente van de maand. En we hebben omelet met zeewier. Dus we hebben wat moderne thema's hebben gebruikt. Nou, wij hopen vooral dat mensen met die omelet zeewier, dat ze ook bedenken van oh, ik kan wel eens wat anders in mijn omelet doen dan een plakje ham en kaas. En om het helemaal leuk te maken, sturen we naar alle woningen niet alleen de recepten, maar ook een zakje met zeewiervelletjes, zodat ze dat gewoon zelf eens kunnen proberen. Heb je alleen nog maar een eitje nodig en een beetje peper en zout. En eigenlijk ben je dan al klaar. Die omelet zit erbij, maar ook gewoon de borrelhap. Dus als je een keer vrijdagmiddag een leuke borrelhap wil doen, dan kan het ook op een andere manier. En dat willen we eigenlijk vandaag een beetje meegeven, dat je ook anders andere dingen kan pakken. Bijvoorbeeld een lekkere wrap maken en dat in stukjes snijden of komkommer met verschillende dipjes doen. Komen we langs vanwege de Dag van de Duurzaamheid. Het gaat over eten, over lekker eten. Lekker? Nou, daar houden ze hier wel lekker eten. Welke fruit wordt in Nederland het duurzaamst gekweekt? Als je kijkt naar het brede plaatje, in Nederland doen we iets heel raars. Wij maken zieke mensen weer beter. Maar het zou natuurlijk veel handiger zijn om mensen gewoon gezond te houden, want dan worden ze niet ziek en hoeven ze ook niet beter te maken. Maar wat moet je nou doen om gezond te blijven? Eigenlijk is het vrij simpel. Je hebt schone lucht nodig om in te ademen. Je hebt schoon water nodig om te drinken. En je hebt goed voedsel nodig om je lijf gewoon te voeden. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden getekend voor de Green Deal Zorg. En de eerste 5 locaties hebben nu het bronzen certificaat. Dat betekent dat die voldoen aan alle milieueisen die in Nederland gewoon ook voor ons gelden. Nou, en als je nou kijkt naar, dan gaan we uitrollen over alle andere locaties die we hebben. En het belangrijkste voor woningen is afvalscheiding. En dat is echt wel een dingetje waar sommige woningen al heel ver mee zijn en anderen echt nog aan moeten wennen. En nu bij vacatures wordt er wel gevraagd of je met wonden kunt verzorgen of andere dingen kunt. Maar er wordt eigenlijk nooit gevraagd, kun je koken? Gezond eten dus, dat in de buurt gekweekt wordt en als het even kan niet alles in plastic verpakt. Dat is dus duurzaamheid. Ja, we hebben er zin in. We hebben er zeker zin in. En weet je, met dit thema ook, hè, we staan er niet voor niks. Want we doen steeds meer samen. Ook juist om het te verbinden. Dus daar gaan we wel naar. Zeker. Yes.